Vader, de Zoon en Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede voor u, God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Amen. Wees welkom, u allen. Gisteren hebben wij op grootste wijze hier samen met de bisschop de priesterwijding mogen vieren. Vandaag op deze zondagmorgen zijn we bij elkaar voor een zondagse eucharistieviering. Ik heet u welkom uit de parochie. Ik heet u welkom die van ver gekomen zijt. Ik heet u welkom die thuis via de kerkradio met ons in gebed verbonden zijt. Vandaag wil ik twee gasten met name noemen. De ene is emeritus pastoor van Renswoude, voorheen deken van Apeldoorn, een goede vriend van pastoor Los, maar vooral ook een van die wijze mannen waar hij in de loop van de afgelopen jaren met raad en daad bijstand gevonden heeft. En pastoor van Renswoude zal ook vandaag de predikatie houden. En een tweede naam wil ik noemen in pater Herman van Nooy, een zoon van deze parochie, missionaris in Brazilië, die bij ons als parochianen bekend is vanwege het project dat wij bij het grote feest van onze kerk hadden in de maand oktober. Hij heeft een andere functie gekregen als regionale overste in de buurt van Rio de Janeiro, waar hij werkt. Hij moest voor een zakenbespreking hier naar Nederland komen en heeft dat zo kunnen plannen dat hij vandaag en gisteren ook hier in onze parochie aanwezig kon zijn. Deze dienst die wij met elkaar samen gaan vieren, daarin zal de hoofdcelebrant zijn de nieuwe wijdeling van gisteren. Maar thans aan mevrouw Schoots, de secretaris van het parochiebestuur, vragen om een welkomstwoord tot u allen te spreken. Een hartelijk welkom voor u allen. Gisteren hebben wij op grootse wijze de priesterwijding beleefd in aanwezigheid van veel priesters, familieleden, vrienden en bekenden van de familie Los en heel veel parochianen. Vandaag gaat onze pastor Martin Los voor het eerst als priester voor in een feestelijke eucharistieviering in deze parochie waarin hij werkzaam is. Graag willen wij met u bidden dat zijn werk als priester in onze gemeenschap zegenrijk mogen zijn. Mag ik u dan uitnodigen om neer te knielen voor de schuldbeleidenis? Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Een machtige God is onze Heer. Hij is onze God en wij zijn God. Uw barmhartigheid zal om ons heen zijn. Zonder het God, keer u tot ons en u zult ons doen leven. Heer, schenk verlossing aan uw volk. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. Heer, verhoor mijn gebed. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons.
Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven. De Heer zal bij u zijn. Heer onze God, gij hebt uw Zoon gezonden, niet om te oordelen, maar om de wereld te redden. Gij omsluit in uw liefde al wat bestaat en gij vergeeft de zonde der mensen. Toon ons uw barmhartigheid, niet omdat wij het hebben verdiend, maar omdat gij rijk zijt aan erbarming. Door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. Mag u thans uitnodigen te gaan plaatsnemen en zitten voor de luistering naar de lezing uit de Heilige Schrift. Eerste lezing is uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Broeders en zusters, God, die rijk is aan erbarmen, heeft wegens de grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden. Aan zijn genade dankt gij uw redding. En hij heeft ons samen met hem doen opstaan en zetelen in de hemelen in Christus Jezus. Om de naderbij komende eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen. Door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Ja, aan die genade dankt gij uw heil. Door het geloof. Niet aan uzelf. Gods gave is het. Niet aan uw prestaties. Niemand mag zich verhoogvaardigen. Gods werk zijn wij. Geschapen in Christus Jezus. Om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. Zo spreekt de Heer. Thank you.
Heilig Evangelie. De Heer zal bij u zijn. Lezing uit het Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Als ge mijn geboden onderhoudt, zult ge in mijn liefde blijven. Gelijk ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg ik u, opdat mijn vreugde in u mogen zijn en uw vreugde volkomen mogen worden. Dit is mijn gebod: dat ge elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als ge doet wat ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd. Want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voor te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat ge hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat ge elkaar lief hebt. Dit is het woord des Heeren. Parochianen van de Meren, beste Martin, Nelleke en jullie kinderen, hoogwaarde deken, edelachtbare heer burgemeester, en u allen die als familieleden, collega's en vrienden aan deze viering deelneemt. Van ouds droeg deze zondag, de vierde in de 40 dagen tijd, de naam van zondag Laetare. Dat Latijnse woord Laetare betekent verheugt u. Want de liturgie begon met deze woorden
Verheugt u, Jeruzalem, komt alle bijeen die van Jeruzalem houdt. Misschien heeft het u wel enigszins verwonderd dat ik u, parochianen van de Meren, als eerste heb begroet. Ik zou zelfs u ook als eerste willen gelukwensen. Want u bent dat Jeruzalem. U vertegenwoordigt hier het volk van God, de kerk, waarvan wij alle verondersteld worden te houden. En wij zijn vandaag bijeengekomen om God te danken voor de uitverkiezing van één uit ons midden. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt van de Joodse hogepriester dat hij wordt genomen uit het midden van de mensen en aangesteld voor de mensen om hen te vertegenwoordigen bij God. Die schrijver zegt ook dat niemand zich deze waardigheid kan aanmatigen. Men moet, evenals Aaron, de broer van Mozes, daartoe geroepen zijn. Deze kijk op het ambt moet men zonder twijfel doortrekken naar het Nieuwe Testament en naar onze kerkgemeenschap. Sinds Jezus voortaan onze enige en eeuwige hoge priester van zichzelf heeft verklaard: zie, ik sta midden onder u als iemand die dient. Sinds die woorden wordt ieder ambt, ieder gezag, iedere wijding, iedere functie of aanstelling binnen de kerkgemeenschap altijd gezien als een dienst aan die gemeenschap. Niet om boven die kerk te staan, maar om haar te dragen. Het geeft te denken dat zelfs de hoogste gezagsdrager in onze kerk, de bisschop van Rome, zijn brieven ondertekent met de woorden: Johannes Paulus Servus Servorum Dei, dat wil zeggen Johannes Paulus, dienaar van de dienaren Gods. En zo komt het dat een priesterwijding bovenal een feest van de kerkgemeenschap hoort te zijn. Op grond van het inmiddels al jarenlange contact dat ik met Martin Los onderhoud en van de vriendschap die daaruit is voortgevloeid, ook met zijn vrouw en kinderen, ben ik ervan overtuigd dat deze opvatting van het ambt ook de hunne is. Dienstbaar te midden van de gemeente staan. De roeping die Martin ten deel gevallen is, eerst in de kerk van de Reformatie en nu in de kerk van Rome, hebben ze nooit gezien als iets waar zij recht op hadden, maar
als een onverdiend geschenk ten dienste van het volk van God. Wanneer u gisteren die prachtige dienst van de priesterwijding hebt meegemaakt, en dat zal ongetwijfeld bij velen van u het geval zijn, dan kan het u niet ontgaan zijn dat bij beide vieringen, die van gisteren en vandaag, dezelfde evangelielezing is gekozen. Dat heeft een bijzondere reden. De tekst is namelijk genomen uit de zogenaamde afscheidswoorden die Jezus tot zijn leerlingen sprak op de avond voor zijn lijden. Het is van belang erop te letten tot wie Jezus deze woorden sprak. Hij richtte ze tot zijn leerlingen en niet, zoals bij andere gelegenheden, tot de menigte. Ze werden gesproken en niet zonder bedoeling in de intieme kring van uitverkorenen. Wat was Jezus' bedoeling daarmee? Hij wilde het diep in het hart van die leerlingen prenten dat die uitverkorenen, dat die roeping een medaille is met twee kanten. Aan de ene kant is het een geschenk, niet jullie hebben mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Maar van de andere kant, de keerzijde van de medaille, is een opdracht. Roeping is nooit of te nimmer een geschenk zonder meer. Alle die zich geroepen weten tot een ambt, functie of taak binnen de kerk, weten dat. In ieder geval hebben ze het geweten. En het zou goed zijn voor iedere ambtsdrager of functionaris in de kerk om zijn leven lang deze bladzijde uit Jezus' afscheidswoorden voor ogen te houden. Want de keerzijde van een medaille doet meestal iets af aan de argeloze vreugde die de voorkant oproept. Zo is het ook hier. De opdracht maakt dat een roeping nooit een fluitje van een cent is. Daarom spreekt Paulus van de ene kant wel zijn goedkeuring uit als iemand verlangt naar het bisschopsambt, want Paulus noemt dat een goede zaak, maar hij verzuimt ook niet om te spreken over de last van het bisschopsambt. Daarom moet ieder die binnen de kerkgemeenschap met extra verantwoordelijkheid bekleed is, misschien wel dagelijks op de knieën, ofwel omdat hij ten prooi gevallen is aan zelfverheffing of zelfoverschatting, ofwel omdat hij tekort schiet tegenover de kerk
die gediend wil zijn. Waarin bestaat dan die opdracht? U hebt zojuist horen voorlezen dat Jezus zei: dit is dan mijn gebod. U weet alle, woorden hebben hun eigen geschiedenis, hun eigen lading en gevoelswaarde. Een nieuwere vertaling gebruikt dan in plaats van gebod ook een ander woord. Gebod klinkt zo hard. Het heeft iets van nu of nooit, haring of kuit. Maar die nieuwere vertaling kiest voor een milder woord. Dit is dan mijn opdracht. Zo staat het ook op de voorkant van uw tekstboekje. Dit is dus mijn opdracht. Want het woord opdracht drukt beter uit wat Jezus bedoelde, hoe hij met zijn ambtsdragers wilde omgaan. Het woord opdracht drukt vertrouwen uit. Dit is dan mijn opdracht, dat jullie elkaar lief hebben met de liefde die ik jullie heb toegedragen. Je kunt natuurlijk onmiddellijk opmerken dat Jezus bij het uitspreken van deze woorden vast en zeker over de kring van zijn leerlingen heeft heen gekeken naar het hele volk van God, naar al zijn volgelingen. Want als aan het feit dat je gedoopt bent niet de opdracht tot liefde was gekoppeld, wat voor herkenbaarheid, wat voor overtuigingskracht zou het christendom dan nog overhouden? Het zou een onleesbare wegwijzer zijn geworden. Een failliete boedel misschien wel. Er bleef weinig anders over dan gezichtsverlies en schaamte. Goed, laat het zo zijn. Deze woorden zijn ook tot ons allen gesproken. Maar het neemt niet weg dat Jezus ze hier in deze samenhang tot de 12 richtte. Mag je dan niet verwachten dat wat de kerk in de samenleving moet zijn, allereerst moet worden voorgeleefd door de kleinere kring van de leerlingen. Als de kerk gist in het deeg moet zijn, zout in de pap, licht op een kandelaar, dan moet dat toch eerst worden voorgeleefd door de pastores die voor moeten gaan, leiding moeten geven en, zoals de Hebreeënbrief zegt, gebeden en offers moeten opdragen voor het volk. Is dat nu juist niet de specifieke opdracht die Jezus ertoe brengt, niet meer van zijn dienaren, maar van zijn vrienden te spreken? Pastores, van welke pluimage ze ook mogen zijn, collega's, mag ik nu wel zeggen, dit is dus mijn opdracht, zegt Jezus, dat jullie elkaar lief hebben met de liefde die ik jullie heb toegedragen. Die woorden zijn tot ons gericht in eerste instantie.
En als wij de draagwijdte daarvan zouden willen beperken, of als wij voorbehouden zouden willen maken, dan beseffen wij niet welke liefde Jezus ons heeft toegedragen. Als je hier van een minimum zou kunnen spreken, dan zou het minstens hierin moeten bestaan, dat wij als voorgangers elkaar met raad en daad terzijde staan, elkaar proberen te begrijpen, aan te voelen en tot ruggesteun te zijn. Maar Jezus verzuimt niet ook het maximum te noemen. Je leven te geven voor je vrienden. Dat zo gemakkelijk uitgesproken woord vriend is weinig meer dan een lege huls als het geen over en weer behelst. Als het niet inhoudt een eenheid van denken, voelen en streven. Jezus vond het kennelijk al pretentieus wanneer zijn leerlingen zich zijn vrienden zouden noemen, als ze er niet in zouden slagen met elkaar verder te komen dan tot alleen maar zakelijke verhoudingen. Martin, er valt jou en jouw gezin veel toe te wensen. Ik heb eigenlijk maar één wens. Dat je in je leven als priester mag ervaren dat het ambt dat je langs zo wonderlijke wegen ten deel gevallen is, ook een vanzelfsprekende en merkbare opname betekent in die vriendenkring waarvan Jezus het middelpunt en zijn geest de inspiratie en krachtbron is. Jezus heeft zijn opdracht nog anders geformuleerd. Ik heb jullie de zending gegeven om vrucht te dragen. In een van de catacomben van Rome staat Jezus afgebeeld op een wijze waarop wij het niet meer zouden durven doen. Maar wel op een manier zoals de eerste christenen over hem dachten. Hij staat daar afgebeeld als een herder die een juk op zijn schouders draagt, waaraan twee melkemmers hangen. Ze begrepen het goed, die eerste christenen. Want de goede herder mag terecht verwachten dat zijn schapen iets zullen opleveren. Ze moeten vruchten dragen. En de eerste vrucht zou die vriendschap van je collega's moeten zijn. Martin, ik heb jouw vrouw Nelleke en je kinderen voldoende leren kennen om er gerust op te zijn dat hun steun en liefde daarbij van grote invloed zal zijn. Door jouw roeping tot het priesterschap en het naleven van Jezus' opdracht zal je huwelijks- en gezinsleven winnen aan diepte en uitstraling.
mogen het door Gods genade nog in lengte van jaren, te midden van de geloofsgemeenschap, een helder teken blijven van een hogere liefde die onder ons wil wonen. Tot eer van God en tot vrede tussen de mensen. Amen. Bedankt, pastoor van Rensvoorde. Mag u thans vragen om te gaan staan en samen de geloofsbelijdenis te zingen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. Knielen wij neer voor de voorbeden. Wil ik God bedanken voor de nieuwe priester die wij sinds gisteren in ons midden hebben. Dat hij de taak die hij op zich heeft genomen mag volbrengen en dat ook wij als jongeren hem daarbij mogen helpen. Laat ons bidden. Uit dankbaarheid voor pastor Los, dat hij gesterkt mag worden bij het werk binnen onze parochie. Dat hij jongeren en ouderen mag stimuleren in hun geloofsovertuiging. Dat hij de samenwerking met de verschillende groeperingen mag voortzetten. Laat ons bidden. Laten we bidden voor onze kerk, die door God bestemd is om als een zuurdeeg te zijn in onze wereld.
om vruchten voor te brengen in de samenleving. Om gerechtigheid en vrede te bevorderen. Mensen die voor recht vechten te ondersteunen. Bedroefden te troosten. Dat priester Martin Los in zijn dienst ons daartoe mag inspireren. Opdat het evangelie doorwerkt tot in alle hoeken en gaten van ons leven. Laat ons bidden. En zo biddend noemen wij de namen van hen voor wie vandaag ons gebed wordt gevraagd in deze parochie. Voor Mia Bloemkolk, voor overleden ouders Jansen Ros, voor overleden ouders Matse Mulder, voor overleden ouders Epskamp de Groot, voor Emericus van Kippersluis, voor Arie Verkerk, voor Alfred Mering, voor Herman van Zijl, voor Johannes van Soest, voor Adrianus van Rooyen, voor Jan Uitenhout, voor Maria Los Verschoor, voor overleden ouders Zwart Oudijk, voor overleden ouders Jongerius Hildebrand, voor Riek Rijker Huiden, voor de overleden ouders van Oostrom Miltenburg, voor de levende en overleden leden van de Stille Omgang, voor de zieken van onze parochie. We bidden voor een kind dat in ons midden werd geboren, Fleur Stolwijk, van het Zuiderplantsoen nummer 4. We bidden voor jonge mensen die binnenkort hopen te gaan trouwen, Ella Reuling met Danker van Valkenburg. We bidden voor een parochiaan die in de afgelopen dagen is overleden, de heer Martinus van Kempen. En met dit gebed sluiten wij in stilte ook onze eigen intenties in. Heer God, aanhoor de gebeden uit onze harten. Zie naar hen die tot u schreien. Zie naar hen die hun handen naar u uitstrekken om hulp en steun en kracht. Wij vragen u, God, wees ons nabij door ons geloof in Jezus de Christus, Hij die uw Zoon en onze Heer is tot in de eeuwen der eeuwen. Dan is nu gelegenheid om de gaven naar het altaar te brengen voor de altaardienst, voor de tafeldienst, en tegelijk wordt aan u de gelegenheid gegeven om ook uw gaven naar het altaar te brengen. God, Heer van al het leven, uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zij gij, God, in alle eeuwen.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, met vreugde brengen wij deze gaven, die gij voor ons eeuwig heil hebt bestemd. Wij vragen u ootmoedig, geef dat wij ze met geloof en eerbied omringen en op waardige wijze aanbieden voor het heil van de wereld. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Want gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan. Dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste. Een tijd van grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de volheid der genade die gij uw kinderen hebt toegezegd. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe met de woorden. Na de maaltijd nam hij de beker, gaf hem die te drinken, u dankend en zeggen: dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat vergoten wordt voor u en alle mensen.
Zo dikwijls gij dit doet, zult gij mij gedenken, die voor u gestorven ben en nu voor u ten beste spreek. Ik zal u de geest van mijn liefde schenken, zodat gij zult doen zoals ik u heb voorgedaan. Daarom zijn wij rond deze tafel samen, biddend om zijn geest, nu wij gaan eten en drinken. En met Jezus één in zijn geest, in zijn vrede, zeggen wij u dank om uw grote heerlijkheid. Schenk ons uw geest van liefde aan allen die deelnemen aan deze maaltijd, opdat uw kerk in eenheid groeien mag, tezamen met de bisschop van Rome, paus Johannes Paulus, met bisschop Adrianus en alle bisschoppen van de wereld, en tezamen met allen die geroepen zijn tot de dienst voor heel uw volk op deze aarde. Vergeet niet onze broeders en zusters, die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die wij tekort doen. Herinner u degenen die gestorven zijn en neem hen vol liefde op in uw woning. Wij vragen u, breng ons bijeen op uw dag, tezamen met Maagd Maria, de moeder van uw Zoon, en van ons allen die in hem geloven. En laat ons delen in de glorie van uw rijk. Dan zullen allen die in vriendschap verbonden zijn met Jezus Christus onze Heer, u blijven loven en prijzen tot in eeuwigheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Jezus heeft ons zijn geest gegeven en ons samen de opdracht gegeven elkaar lief te hebben. En als teken van die liefde bidden wij samen het gebed dat hij ons daarbij heeft opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons weer ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen de schuld vergeven. En leid ons niet in de poging, maar verlos ons. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. Geef wij elkaar op deze feestelijke dag, deze dag van vreugde, een teken van vrede en vriendschap.
zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek zij zijn woord en ik zal het zonder. Op deze feestelijke dag willen we graag onder de twee gedaanten ter communie gaan. We doen dat hier in onze parochie op de volgende wijze, dat u de hostie indoopt in de beker die de misdienaar voor u gereed houdt.
vatten onze persoonlijke gebeden samen in het gemeenschappelijk slotgebed van de kerk. God onze Vader, wij danken u voor het levende brood en de heilzame beker, de overvloed van uw barmhartigheid. Geef ons uw Heilige Geest, opdat wij in uw naam en om uwentwil vriendschap aan elkaar schenken, met elkaar beleven, steeds opnieuw een nieuw begin maken en elkaar vergeven. Door Christus Jezus onze Heer. Amen. Rest mij aan het eind van deze feestelijke viering een kort woord van dank. Wil u even gaan zitten. We hebben 2 dagen mogen beleven met prachtige liturgische vieringen. Onze kerk is rijk aan het vieren van de heilige liturgie, van het goddelijk dienstwerk, waarin wij God onze eer betuigen en waarin wij in woorden en ondertekenen proberen de boodschap van de Heer te verstaan en proberen kracht te vinden daarna te leven. U begrijpt dat zulke vieringen veel voorbereiding hebben gekost. Weken, maandenlang zijn we daarmee bezig geweest en het is goed geweest. En ik wil graag een woord van dank spreken tot al diegenen die daar op hun wijze hun bijdrage toe geleverd hebben. De zangkoren, de missionaars, de koster met de hulpkosters, degenen die de bloemen hier zo prachtig versierd hebben, de feestcommissie en hun vele, vele medewerkers, gisteren en vandaag weer. Toch heb ik als pastoor van deze parochie er behoefte aan om tot de eigen parochianen een woord te spreken. En dat woord bestaat hierin dat ik u en onszelf op het hart wil drukken dat het bij dit alles niet gaat om een persoonsverheerlijking. Het gaat niet om een persoonsverheerlijking van iemand die toevallig geroepen is door het dienstwerk in de kerk. Zelf gebruik ik vaak het beeld en ik probeer er ook uit te leven dat wij priesters niet meer zijn dan een groep krullenjongens in de tuin van de Heer. En dan proberen wij ons werk dat ons wordt opgedragen te doen. En ik denk dat het goed is dat wij in deze dagen waarin een in ons midden zo centraal staat, dat we ons duidelijk voor de geest halen dat het om 2 zaken gaat. Voor eerst God te danken dat er weer iemand in de wijngaard des Heren gezonden wordt, iemand uit ons midden, en dat het vervolgens alleen gaat om de eer van God, Hij die degene is, het begin en het einde van alles. In deze geest wil ik ons allen dankzeggen dat we elkaar gesteund hebben, ook in deze liturgische vieringen, in het geloof. En ik blijf God bidden dat wij van hieruit weer een nieuw stuk bezieling mee naar huis nemen om de boodschap des Heren te begrijpen en om de boodschap des Heren te beleven. Maak dans aan de voorganger in deze dienst om de zegen vragen. Pastor Los herinnert mij eraan dat er nog een paar mededelingen zijn die ik bijna vergeten zou hebben. Ik heb u de naam genoemd van de heer Van Kempen, die van de week overleden is. Voor de heer Van Kempen zal morgen vroeg om 22:30 de uitvaartdienst hier in de kerk zijn. De heer Van Kempen wordt daarna begraven in Poxter. Volgend weekende is in onze parochie het weekende van de boetevieringen. Zaterdagavond een boeteviering zonder eucharistieviering. En zondagmorgen om 20:30 is de boeteviering met de eucharistieviering. Maar volgende week is ook
Het weekende van het heilig voorhoofdstuk en de deken die thans hier aanwezig is, zal dan volgende week om 11 uur hier in de kerk voorgaan om het voorhoofdstuk toe te dienen aan de kinderen die daartoe door hun ouders en door zichzelf worden aangeboden. Dan hebben we gisteren een opname mogen hier in deze kerk meemaken van de KRO-televisie. Over die zal uitgezonden worden woensdagavond om 9 uur op Nederland 1 in de uitzending van Kruispunt. Dat waren de middelen. U merkt dat het weer lente aan het worden is. Dat merkt u niet alleen aan de zon buiten, maar het herinnert u misschien ook straks als u na deze zondag weer aan het werk gaat, dat er in de tuin ook weer van alles te doen is. Het gras moet gemaaid worden. En wat is het dan fijn als u merkt dat iemand het gras voor de voeten wegmaait, zoals vanmorgen. Want de pastoor die heeft prachtig mijn dank om de woorden gebracht, die ik natuurlijk helemaal met hem deel. Neem niet weg dat ik een woord van dank tot hem zou willen richten. Pastoor heeft mij in de afgelopen 3,5 jaar hier als een meester begeleid. En ik heb geprobeerd zo goed mogelijk een leerling van hem te zijn. Het heeft mij een tijd van vreugde verschaft, mij en mijn gezin. En het ontroert mij zo dat ik het eigenlijk niet goed onder woorden kan brengen. Maar u begrijpt wat het voor mij betekend heeft. U bent voor mij, pastoor, een meester en ook een beetje een geestelijke vader geworden. En ik beschouw mij ook een beetje als uw geestelijke zoon. Mijn dank ook voegen aan het adres van pastoor Van Renswoude, die ik zie als een leidsman en als een baken. Een baken is soms wat verder af, maar als je daar je ogen nou maar op gericht houdt en de golven soms wat hoger worden, je weet, achter die hoge golf zit toch weer het baken. Allemaal ook hartelijk bedankt en ik denk dat u net zoals ik toe ben aan een kopje koffie en u kunt straks een merk koffie drinken dat je nergens kunt kopen en dat is het merk koffie waar de zegen na de zondagse eucharistieviering op rust. Dan mag ik u nu heen zenden hopend dat u diezelfde opdracht die wij ontvangen hebben wilt delen. Een opdracht van vreugde, bedoeld om elkaar te ondersteunen en te helpen en vrienden te zijn. Mag ik u dan heen zenden onder de zegen van de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Laten we gaan in vrede. Thank you.
Even attentie. Onze gasten die worden uitgenodigd om door de zijsacristie de kerk te verlaten om zich naar de receptie te begeven. Graag de leden van de parochievergadering, parochiebestuur weer, om de gasten te begeleiden. Dank u.